Docenten reageren op jullie favoriete memes. Mee met de MTP. En leerlingen geven hun ongezouten mening. Dat en meer in deze aflevering van het Barlee-journaal. Hallo allemaal, welkom terug bij het Barlee-journaal. Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe aflevering. Afgelopen weekend zag het hier op school zwart van de mensen voor onze jaarlijkse open dagen. Honderden achtste groepers en hun ouders kwamen weer kennismaken met het Barlees. Ook wij waren uiteraard van de partij en naast onze presentatiestand zijn ook onze journalisten er weer op uitgetrokken. Geniet van deze impressie. Hoe oud ben je? Emma. 11, bijna 12. En zit je in groep 7 of in groep 8? In groep 8. 8. Groep 7. Of ik in de vijfde zit? Ja. Ik zit in de tweede. Tweede? Wat vind je tot nu toe van het Barlees? Ja, een beetje kakkerig eigenlijk. Heel leuk. Heel leuk? Nee hoor, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Ik vind het een hele leuke school. Ik vind het een hele goede sfeer. Leuke leerlingen, leuke docenten. En wie van de docenten vind je leuk? Er is zo'n vrouw, heet ze ook weer mevrouw Bosman? Ja, die lijkt me heel leuk. Ja, gewoon een goede sfeer en ook gewoon leuke mensen die erop zitten. Nou, een goede sfeer en goede leraren, docenten. En het Barlees Journaal viel ook wel in de smaak, toch? Ja, Barlees Journaal is het beste journaal. Barlees Journaal is het beste journaal? Ja. Nee, het is wel leuk hoor. Wat fijn. Nou, dat de docenten aardig zijn, dat de kinderen wel gewoon aardig overkomen en de sfeer dus wel. Ga je deze op je eerste plek zetten? Ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Nou, dat is mooi. Ja, nummer 1. Nummer 1? Ja. In mijn top 5. Maar als je Barlees niet in je top 2 of 3 zet, dan is de kans dat je erop komt niet zo groot. Hoe ga je dat regelen? Daar wel zetten en hopen voor het best. Als je op het Barlees zou komen, zou je dan bij het Barlees-journaal komen werken? Nee. We willen alle Barleanen bedanken voor hun harde werk en kijken uit naar volgend jaar. Ons volgende item draait geheel om jullie. Onze verslaggevers hebben allerlei intrigerende vragen bedacht. Hoe valt het nieuwe telefoonbeleid in de smaak? En wie is de knapste docent? Je ziet het in de volgende Q&A. Welk vak missen jullie nou echt op Barlees? Spaans. Ik zou heel graag Spaans willen leren. Spaans of Chinees. Ik vind Chinees. Ik vind dat theater wel een vak mag zijn. Telefoonvak. Koken. Dan hoef je gewoon niks te doen eigenlijk. Ik vind dat ik nu al genoeg vakken heb. Denk je niet dat Dennis een fantastische Spaanse docent zou zijn? Geen comment. Wie vinden jullie de knapste docent hier op school? Joep. Josri Daal. Richard. Als je dit ziet, Joep, I love you. Ik vind Mike, onze gymdocent, echt de allerknapste docent. Leidt dat ook af tijdens de lessen? Nee, ja. Soms. Het hangt er vanaf hoe zijn haar zit. Wat is de domste reden dat je te laat bent gekomen? To be honest, fietsband, kaboom. Fietsleutels kwijt. Omdat ik mijn hond nog moest uitlaten of zo. Of ik wou gewoon niet op school zijn. Ik wilde gewoon niet naar school. Wat is de domste reden dat je uit de klas bent gestuurd? Omdat mijn Frans docent Patricia hoorde dat ik een scheldwoord zei terwijl ik dat niet zei. De docent kon mijn handschrift niet lezen. Omdat ik mijn haar in een staart deed. Een keer door Benjamin was ik eruit gestuurd omdat ik op de piano speelde. En ik moest lachen en toen werd ik eruit gestuurd. Wat is jullie laagste cijfer dit jaar? Een 1. Een 1 voor welk vak? Meerdere. 1,3. Een 3,7. Ik denk een 7,5. Wat vond je de leukste dag op school? Ik denk klassentoernooi met elke muziekavond. Gisteren gingen we hele pizza halen, dat was ook wel leuk. De repetitiedingen van ik aan. Ja, studiedag. Laatste dag van het schooljaar. Op welke docent lijkt je het meest? Nathan. Paul. Merel, denk ik. Geertje qua uiterlijk, maar Merel misschien qua persoonlijkheid. Ik hou wel een beetje van drama. Mensen zeggen Ruud van AK. Maaike Zwaagstra, denk ik. Ik ben het er niet mee eens. Hij lijkt het meest op Bolter. Waarom nou weer Walter? Elk jaar werken er heel veel getalenteerde en gedreven leerlingen mee aan de muziektheaterproductie. Een van de hoogtepunten van de voorbereiding is het muziekweekend in Heemskerk. Tijdens dit uitstapje dompelen de artiesten zich volledig onder in alle aspecten van de voorstelling.
Onze verslaggevers Crimson en Vincent waren dit jaar mee op pad en hebben hard gewerkt aan de volgende reportage. Veel plezier! Hoe vaak heb je meegedaan aan de MTP? Nou, dit is mijn eerste keer. Dit is mijn 7e MTP. En dit is mijn 6e MTP. Dit is mijn eerste. Mariah first. Bij welke discipline zitten jullie? Decor. Decor ook. Ik ben leiding van decor. En ik ben leiding van PR. Samen doen we productie. Ja. Waarom vind je dat andere mensen mee moeten doen met MTP? Het is gewoon leuk. Doe gewoon mee. Het is gewoon heel gezellig. We zijn met z'n allen gewoon gezellig iets aan het maken. Wat vinden jullie het leukste van Heemskerk tot nu toe? Naar de kinderboerderij gegaan, omdat we dus te weinig brood hadden. Of nee, te veel brood en dat dus aan de kinderboerderij wilden geven. Ja, het is zaterdagochtend. Vind ik altijd wel gezellig. Wat vinden jullie van het eten in Heemskerk? Beter dan verwacht. Een stuk minder zwaar dan je misschien denkt. Wat vind je het leukste aan de MTP in het algemeen? De voorstellingen in week zelf. Het media creëren voor de MTP en het promoten daarvan. Ik denk dat ik het leukst vind gewoon nieuwe mensen ontmoeten. Elk jaar heb ik gewoon nieuwe vrienden gemaakt. Tot slot willen wij de generatiekloof op het Barlees extra benadrukken door enkele van onze docenten te laten reageren op de memes die jullie hebben ingezonden. Hoe zal het ze vergaan? Welke leraar is de grootste meme lord? Wij hebben ons in ieder geval vermaakt. I'm in shape, unfortunately. That shape is West Germany. Hij is echt heel flauw. Als ik in shape zou zijn, zou ik dan toch wel het Duitse keizerrijk willen zijn. Als je in shape bent, ben je goed afgetraind en een beetje slank. Ja. Weet je waar wij ook nog steeds naar streven? Ja. Wij? If being cool was illegal, I'd be a criminal. Not because I'm cool, but because I'm... Nou, als dit de humor van een nieuwe generatie is, dan vind ik het behoorlijk minder. Toch echt femicide. Niet doen. Je wordt er gewoon boos van. Dit is gewoon heel vervelend. Dit is gewoon heel vervelend. Jullie nou een voetballer zien? Pitbull is een soort John Lennon. Ja. Ik ken hem niet. Just one more collider, bro. I promise, bro. Ik vind dit wel leuk. Ik had een keer een leerling die noemde mij bro. Het ligt natuurlijk nog veel meer dichter bij Wim dan bij mij. Omdat het over echte wetenschap gaat, wie wil je? Nou ja, doe. Zeg, ik ben niet je bro. Dit slaat gewoon nergens op. Je ziet één tot hier, maar het zijn er twee. Ha, 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 ha. Ik denk dat Marco en ik nu tot de conclusie zijn gekomen dat er een groot generatieverschil is. WhatsAppen, dat doen we wel. Er zit wel een soort kritiek in of zo. Vooroordelend denken en dan toch dan iets anders zien. Opeens blijkt dat ze het niet goed hadden bedacht. Ja. Ja. Ik heb gewoon niet zoveel met tortillas, denk ik. En misschien is dat de grap. Wordt hier heel knap gehad. Dit is een instructiefilm voor dierenartsen. Als een kat eigenlijk probleem heeft met duidelijk articuleren, dat ze dan overwegen om een operatieve ingreep. Heb je wel eens meegemaakt? Of toch? Spraakles. Ja. Ik herken het helemaal. Ja. Mijn zoon is daarmee bezig ook. Die zegt dat je zo... Kakelijn. Belangrijk. Zeker. Een beetje het idee alsof ik een proefwerk moet maken waar je niet geleerd hebt. Nee. Heb jij dat ook? Nul goed. Nul goed. Dat was het alweer voor deze aflevering. Bedankt voor het kijken naar het Barlees-journaal. We zijn binnenkort weer terug met een nieuwe aflevering. Maar voor die tijd organiseren we weer de jaarlijkse Barlees Movie Night. Stuur je zelfgemaakte film in en je kunt mooie prijzen winnen tot wel €50. Je kunt je film opsturen naar journaal@barlees.nl. Stay tuned voor meer informatie. Wil jij meehelpen aan de productie van het Barlees-journaal? Ook dan kun je mailen naar journaal@barlees.nl of een berichtje sturen via Instagram. Tot de volgende keer!
We'll be right back.